gaan ze eerst door. De toestemming van het college van de Kamer is ter verkrijging van de graad van dokter aan de Radboud Universiteit Nijmegen, mijn proefschrift getiteld Leaves and Forests, Low-Level Sound Processing and Methods for Large-Scale Analysis of White Matter Structure in Autism, een wetenschappelijke proef op het gebied van de medische wetenschappen in het openbaar leven. Het is een kleine samenvatting van wat het afgelopen 4-5 jaar gedaan heeft. Het thema in het werk dat ik gedaan heb is vandaag wat de onderliggende mechanismes in het brein zijn bij autisme. Iets voor mij de autisme spectrumstoornissen. En het zijn stoornissen die psychiatrische stoornissen aandoen, die gedefinieerd zijn aan de hand van gedrag eigenlijk. En in het bijzonder de drie gebieden die hier staan. Dus betrekking, sociale interactie. In verbale en non-verbale communicatie, dus overbrengen van ideeën en feiten met woorden of gebaren, dus dat soort dingen. En herhalend gedrag gezet. Echt patronen in het dagelijks leven, etc. Maar ook wat ook interessant is voor de titel, is dat vaak beschreven dat mensen met autisme in verhalen bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor details. Idee over autisme wat een grondslag van autisme. Dat de laatste 15 jaar echt veel aan het belangstelling heeft gestaan, is het idee dat misschien autisme niet zozeer in bepaalde hersengebieden gezocht moet worden. En dat ligt eigenlijk parallel aan de manier waarop de hersenen als geheel zich ontwikkeld heeft, waarbij eerst veel gedacht werd in termen van lokale gebieden die een functie hebben, zoals die vertaald wordt, bijvoorbeeld. En een nieuwe gedachte is dat het misschien ook goed is om te kijken naar netwerken van gebieden die dan misschien iets minder specifiek beschreven zijn. Maar dat is een netwerk dat het eigenlijk een bouwstengel zijn, die dat zijn in de interpretatie van wat er gebeurt. De derde pijl van mijn proefschrift is een methodedeel, want als je komt in te werken, dan heb je daar een methode voor nodig. En nou, die zijn eigenlijk plaatsgezien uitontwikkeld. Wat ik vooral gebruik is de visie en manier waarmee je kijkt naar de fysieke structuur van witte stofbanen. Witte stofbanen zijn de lange afstandsverbindingen tussen de gebieden in het brein, dus die netwerken. Proefschrift als boek in elkaar zit, eigenlijk twee hoofdstukken over autisme en communicatie, hoofdstuk 4 en 6, en twee hoofdstukken over een methode en groot deel van communicatie en het zijn hoofdstukken. Dan begin ik een korte toelichting op hoofdstuk 4. Daarna verspreek ik naar de werking van geluid bij mensen met autisme. En om goed te kunnen begrijpen, een paar dingen vertellen over hoe geluid gewerkt wordt in de hersenen. Dat komt natuurlijk binnen bij horen. En dan liggen we er voor dat de informatie in de grote hersenen komt, dus de cortex gewoon tegen de schedel zit, liggen er onderin de hersenen in de hersenstam. Dan zie je kernen die ook belangrijk zijn voor het verwerken van basale eigenschappen van geluid. Eén daarvan is waar geluid vandaan komt en geluid is. En ons gedachte is, omdat het allemaal onze kernen zijn, dat als er inderdaad een algeheel probleem is communicatie in de hersenen bij autisme, dat kan misschien ook wel weer van geeft op de werking van geluid. En dat is raad in het bijzonder. En dat hebben we namelijk een soort experiment gedaan waarbij we een groep mensen met autisme en een groep controles hebben gevraagd om geluiden aan te wijzen in een donkere ruimte in de plaats waar we uitspreken. En daar konden ze met een sprietje aan de neuszal aanleggen als ze dachten dat vandaan kwam. Het resultaat daarvan is een beetje interessant. Uitgesplitst in een horizontale
component. En het grappige is dat de horizontale component precies hetzelfde is voor mensen met autisme als voor controllers. En dat hebben we ook gemerkt dat om dit zet te kunnen plaatsen, wordt in de hersenen het geluid van dat bij de linker en de rechter oorbelaag niet vergeleken. En dat is goed. Terwijl de horizontale component duidelijk slechter staat in mensen met autisme van de controlegroep. En dat vindt eigenlijk, denk ik, meer plaats binnen de kern. Niet zozeer met het verbinden van het code. Van de linker en de rechter geval, maar echt binnen dan kunnen ze het. Daaruit concluderen dat zelfs in een hele kleine schaal waarschijnlijk nog een probleem van de identiteit is. Hoofdstuk 5 is een wat technischer hoofdstuk over hoe je de data die je met diffusie memory, dit is een voorbeeld van wat eruit komt, kunt interpreteren. Dus wat je doet is, je trekt eigenlijk lijntjes door alle lichte stofpingels in de hersenen. En als je dat gewoon doet, dan krijg je zo'n soort gluw als resultaat. Die best lastig interpreteert, omdat je meestal geïnteresseerd bent in een specifieke theorie. En als je die eruit haalt, dan is er een aantal dingen uit, dan is het best wel lastig. Dus daar heb ik gedacht, het is handiger als je die dingen vast gecopieerd op elkaar lijkt. En dat heb ik meer mensen gedacht. Maar het leuke aan onze methode is dat je het op heel veel data kunt gebruiken. Dus die methode werkt alleen maar op een half trein, en daar kun je gewoon niet goed van niet gooien. Vervolgens in hoofdstuk 6 deze methode gebruikt als basis voor een analyse in dezelfde populatie als in hoofdstuk 4. Wat we hebben gedaan is, ik heb gewoon een aantal grote structuren in de hersenen uitgezocht met de hand. In de groepsresultaten en dan vervolgens hier. Dus de archive circulus, die ik heb niet van gedaan. Hebben in alle groepen aan de hand teruggevonden en kunnen vervolgens tussen de groepen kijken of bijvoorbeeld een groep groter of kleiner is. Verder als het grootste resultaat dat, en dat is op zich bekend uit de literatuur, dat het niet nog kan, dat de mensen daar ook een grotere overhaal hebben en daardoor eigenlijk aan alle verschillende grote liefhebbers te kaarten kunnen. Ook de organisatie komt dit stof, daar heb je ook een idee over te krijgen met de visie om dan is nog één laatste methodehoofdstuk. En wat, het gaat over de correctie van vervormingen in de plaatjes die uit een drie komen. Daar moet je één basisprincipe begrijpen. En dat is dat je om te kijken waar signaal vandaan komt in de MRI, je de plaats van het magnetveld in de scanner verandert. En daarmee verander je de frequentie van signaal naar vandaan komt. De grootte van het effect. Dus in dit geval, als dit hoofd op de scanner, de voorkant en de achterkant, en je maakt het wel zo dat het 4 meter lager is dan het 4 meter hoger, krijg je hier een lage frequentie aan en een hoge frequentie aan. En daarmee kun je uiteindelijk dan een plaatje reconstrueren. Maar als die niet helemaal klopt en het ziet er eigenlijk anders uit, dan is het een plaatje reconstrueerd. Nou, door vervolgens te meten hoe het veld er wel uitzag, kun je teruggeven hoe het zou moeten zijn. En dat is wat we doen. En een nieuwe onze methode is wat we doen zonder dat we nog extra data moeten verzamelen. Dus dat is gewoon online verwerken. Nou, één keer een samenvatting van waarom het ding zo heet. Dus ik heb deze dingen al, ik weet niet of ik het allemaal genoemd heb, maar ik had gewoon op de slide staan. Dus ik denk dat het leuk slaat op de manier waarop mensen met autisme hier kunnen kijken. Ik denk dat het ook leuk is. Kleine delen en de grote delen. Leuk slaan op connectiviteit en netwerkgedachten. En het zoeken van bundels in een wat onderzichtige periode van paden. Ten slotte twee conclusies. Ik denk dat dit soort beetje low-level studies van connectiviteit en autisme een hele nuttige toevoeging is op wat de klassieke theorieën en de dagelijkse experimenten die vaak iets meer op dank opgezet zijn. En wat de methode betreft, denk ik dat het automatisch bundelen van paden op deze manier een hele praktische manier is om in grote populaties toch goede krachtige analyses te kunnen doen. En ik denk dat
Dank u.